Life heette dit liedje, dat had u al geraden. En het is het cadeautje wat je krijgt als je Portal uitspeelt. En Portal is een computerspel. Je speelt dan de rol van iemand die meedoet aan een soort van wetenschappelijk experiment met een geweer, waarmee je de omgeving fysiek kunt veranderen. Dat is een verslavend spel, kan ik u garanderen. Knap gemaakt. En dit liedje is het toetje van het spel. Dat krijg je eigenlijk als prijs als je het uitspeelt. Spellen zijn ontzettend populair. De markt voor computergames is ondertussen groter dan die voor cd's en dvd's. Topgames worden gemaakt met budgetten van tientallen miljoenen dollars en euro's. Er is een hele industrie omheen met magazines, websites, recensenten. En die recensenten en fans van computerspelletjes en ontwikkelaars uit heel de wereld zijn deze dagen te vinden, vlakbij Limburg in Keulen. Want daar vindt een enorme computerspelletjesbeurs plaats, Gamescom. En een van de recensenten daar aanwezig is de Limburger Sander Hulskens, die onder meer werkt voor de website www.gamer.nl. Goedemorgen, Sander. Goedemorgen. Heb jij Portal ook uitgespeeld? Nee, die heb ik helaas nog niet uitgespeeld. Niet echt mijn genre. Dus je had dit liedje nog nooit gehoord? Nee. Was het genoeg niet, nee. Computerspelletjesbeurs, dat klinkt een beetje alsof er wat marktkraampjes staan in een feestzaal van een of ander gemeenschapshuis. Maar zo is het niet, hè? Het is veel groter. Nou, in Gamescom op Keulen, daar is een beurs waar op dit moment meer dan 100.000 mensen zijn om eigenlijk de nieuwste spellen die nog niet op de markt zijn verschenen te spelen. Dus dat is meer dan een paar kraampjes inderdaad. Ja. En wie staan daar dan op die beurs? Nou, het zijn eigenlijk alle relevante bedrijven, gaande van Sony tot Nintendo en Microsoft. Dus alle giganten op het gebied van games. Mm-hmm. En ontwikkelaars, de makers van de spelletjes? Ja, die staan er ook. Ook bijvoorbeeld iemand als Electronic Arts en ook inderdaad de makers van Portal, die op dit moment alweer met nieuwe spellen bezig zijn, die laten daar hun nieuwste producten zien. En dan laten ze de journalisten en de fans even een beetje proeven aan wat dat spelletje moet worden. Want het doel is altijd om een hype te creëren rondom zo'n spel, hè? Ja, precies. Want binnen de game-industrie is het heel erg belangrijk dat de hype van tevoren al wordt gecreëerd. Want nadien, dan ligt het spel in de winkel en dan moet natuurlijk wel naamsbekendheid gegenereerd zijn. En dat doe je dan op een beurs als deze. Mm-hmm. Nou, stond er laatst in het blad van de Vakbond voor Journalisten een beetje een kritisch stuk over recensenten van computergames en gamesjournalisten. Want die zouden zo aan de lijnband liggen van die uitgevers en ontwikkelaars, dat ze eigenlijk, ja, ze doen mee om die hype te creëren, maar echt kritisch durven ze niet te zijn. Uit angst dat ze de volgende keer de spelletjes niet meer krijgen om te recenseren. Herken je dat een beetje? Nou, ik herken het er op zekere hoogte, want het is inderdaad zo dat PR-bureaus journalisten met name in de watten proberen te leggen om zo content te krijgen op de websites en in de bladen. Maar ik denk dat het de taak is van journalisten om daar op een hele professionele en kritische manier mee op te gaan. Ja, en ook ja, maar langs die cadeautjes wat ze dan zouden krijgen heen te kijken. Want jij bent nu geweest daar in Keulen, ben je ook bedolven onder de cadeautjes en de goodie bags en de... Ja, inderdaad. Ik heb meerdere t-shirts gekregen, posters en allemaal miniatuurpoppetjes. Dus inderdaad, daar word je mee weggegooid. Mm-hmm. Wat zijn de toppers het komend seizoen? Nou, Nintendo komt met een nieuwe Mario game uit. En Mario is natuurlijk al 25 jaar het grootste game-icoon. En dat spel dat heeft hele hoge verwachtingen. Verder heb je bijvoorbeeld een spel als Battlefield. En dat is op technologisch vlak heel erg vooruitstrevend. En er zijn zelfs computerbedrijven en technologische bedrijven die daar de technologie van proberen over te nemen. Moet je even uitleggen aan mensen die nog nooit een computerspelletje gespeeld hebben wat Battlefield ongeveer voor een spel is? Nou, in grofweg is het een oorlogssimulator. Dus je speelt als een soldaat en je probeert daar een invasie mee te maken. En er een goed einde te brengen. En dat is een genre waar heel veel geld in te verdienen is, want die spellen worden heel veel verkocht. Soldaatje met een geweer en dan schieten. Ja, precies. Wat je net ook al zei, de game-industrie is op dit moment groter dan de cd-industrie en zelfs dan de film-industrie. Dus die spellen die gaan miljoenen keer over de toonbank en die kosten ook 50, 60 euro. Dus daar valt een kapitaal aan te verdienen. Ja, en wat dat Battlefield 3 dan zo spannend maakt, is dat het er fantastisch uitziet en dat het technologisch weer een stapje verder is, bedoel je? Ja, precies. En je ziet ook computerbedrijven proberen hun technologie naar een nieuw niveau te brengen, juist om dat spel optimaal te kunnen laten draaien. Mm-hmm. Zijn er ook Nederlandse bedrijven die een beetje meedoen in de eredivisie van de computerspelletjes? Ja, je hebt in het noorden van het land heb je er een aantal, maar toevallig heb je er in Sittard sinds kort ook eentje. Interwave Studios heette zij. En zij staan zelfs ook op de Gamescom. Ze staan niet op de consumentenbeurs, ze staan op het gedeelte wat alleen maar bedoeld is voor pers en voor ingewijden. Maar zij zijn ook aan de weg in timmeren om
internationaal door te breken. Want zij maken spelletjes? Ja, klopt. En hebben ze al een spelletje gemaakt wat we nu meteen kunnen gaan halen om te kijken of Limburgers ook spelletjes kunnen maken? Nee, want het is de Gamescom worden nieuwe producten getoond. Ze zijn op dit moment met een spel bezig dat Nuclear Dawn heet. En dat komt, als het goed is, begin oktober uit. Oh, dat klinkt gezellig, Nuclear Dawn. Nou, het is inderdaad een vrij heftig spel. Okay. We gaan ze eens uitnodigen om met ze te spreken. Mensen kunnen dus naar die beurs, kunnen daar de computerspelletjes die nog niet uit zijn spelen. Dat kan vandaag nog en morgen? Vandaag en morgen en het kost 10 euro. 10 euro en dan kun je de hele dag computerspelletjes spelen. Sander, bedankt. En ik geloof dat je naar Korea gaat, toch? Of niet? Ja, ik ga aankomende maandag voor een halfjaartje naar Korea. En dan ga ik eens kijken, want daar zijn games zelfs een soort van volkssport. Dus ga ik kijken hoe daar het eraan toe gaat. Nou, dan kom je na dat half jaar maar bij ons vertellen hoe het was. Is goed. Oké, goede reis. Dank je wel. Hoi.